Groene stroom is de toekomst, maar ons netwerk is er nog niet op voorbereid. En dat is vragen om problemen. In een stroomnetwerk waar niet zo heel veel ruimte is, daar zullen sneller ophopingen zijn, sneller storingen zijn. En verder vandaag. Het is 4 mei, de dag dat we stil zijn voor de slachtoffers van oorlogsgeweld. Bewoners in toeristische gebieden balen van zoemende drones boven hun hoofd. En geld verliezen omdat je het naar een verkeerde rekening overboekt. Banken nemen maatregelen. Dit is het RTL Nieuws van vrijdag 4 mei. Goedenavond. De magnetron aanzetten of je telefoon opladen. Stroom uit het stopcontact. Het is zo vanzelfsprekend. Maar voor hoe lang nog? Want de kans bestaat dat we in de toekomst veel vaker te maken krijgen met stroomstoringen. Daarvoor waarschuwt de branchevereniging van datacenters. In de toekomst gaan we veel meer elektriciteit gebruiken. Voor auto's bijvoorbeeld en voor de verwarming van onze huizen. En dan vooral groene stroom. Maar ons stroomnet, nu een van de betrouwbaarste ter wereld, is nog helemaal niet klaar voor die omslag naar schone energie, zeggen de datacenters. Als er niks gebeurt, is het wachten op problemen. Enorme drukte op Schiphol afgelopen weekend. Als gevolg van een stroomstoring konden passagiers niet inchecken en moesten vluchten gecanceld worden. En dat in een van de drukste weekends van het jaar. Stroomstoringen komen in Nederland gelukkig relatief weinig voor. In Nederland hebben we 99,9986% van de tijd stroom. Per jaar valt de stroom gemiddeld 20 minuten uit. Maar de datacenters, waar alles van internet wordt opgeslagen, trekken vandaag aan de bel. Ze zijn bezorgd omdat internet steeds meer elektriciteit nodig heeft. En die kan nu al niet overal geleverd worden. Die zorgen zijn groot. Wij merken nu dat we heel hard naar de grenzen lopen. En dat we eigenlijk als industrie harder groeien dan die netwerken kunnen worden uitgebreid. En dan komt ook de energietransitie er nog eens aan. We moeten overstappen op duurzame energie. Onze elektriciteit wordt nu vooral opgewekt in gas- of kolengestookte centrales. Hun taak moet worden overgenomen door zonnepanelen en windmolens. En die moeten veel meer elektriciteit gaan opwekken dan we nu verbruiken. Want we gaan elektrisch rijden. En onze huizen zullen straks voor een belangrijk deel elektrisch verwarmd worden. Dat elektrisch koken, dat elektrisch rijden, die digitalisering, die heeft één ding gemeen. Gewoon dat we allemaal meer stroom gaan gebruiken. En dat die stroom allemaal vervoerd moet worden. Ja, dat betekent dus een ander soort stroomnetwerk. Ons stroomnetwerk is nu vooral gebouwd op transport van elektriciteit uit grote centrales naar huizen en bedrijven. Straks komt stroom overal vandaan. Problemen liggen op de loer als het net daar niet op aangepast wordt. In een stroomnetwerk waar niet zo heel veel ruimte is, daar zullen sneller ophopingen zijn, sneller storingen zijn, dan in een stroomnetwerk dat alle ruimte heeft. Volgens de Club van Datacenters moet er daarom snel geïnvesteerd worden in het stroomnetwerk. Ja, energiebedrijven zijn al wel bezig met het bedenken van oplossingen. Een van de problemen is dat zonnepanelen en windmolens niet altijd stroom opwekken op het moment dat je het nodig hebt. Maar daar kan je wat aan doen. Je slaat de stroom op in accu's. Volgens deze mensen kunnen we met de accu altijd over stroom beschikken. Wat hier gebeurt is dat we een Tesla Powerwall aan het plaatsen zijn. En de Tesla Powerwall is een oplossing om lokaal en dan achter de deurbel energie op te slaan. Die wordt opgewekt door zonnepanelen. Hoe gaat het in zijn werk? Overdag, als de zon lekker schijnt, worden de batterijen opgeladen met stroom uit de zonnepanelen. Als de bewoners dan 's avonds tv willen kijken of een wasje willen draaien, leveren de batterijen de daarvoor benodigde stroom. Deze specifieke accu heeft een gegarandeerde capaciteit van 13,5 kilowatt. En als je dat relateert aan het verbruik van een gemiddelde woning, dan heb je daar ongeveer een dag tot twee dagen mee. En op deze manier zou je ook een hele wijk van stroom kunnen voorzien. Zoals hier bij de jaarbeurs in Utrecht. Maar er zijn nog meer mogelijkheden om energie op te slaan. Bijvoorbeeld voor het opwekken van warm water en het verwarmen van je huis. Dat kan al prima met een warmtepompoplossing. Die er dan voor zorgt dat het vermogen niet meer zozeer uit een gasoplossing moet komen. Dus er wordt niets meer verbrand. Energie opwekken en opslaan voor gebruik daar waar die nodig is. Zo wordt het stroomnet ook minder belast.